met de tool die we tot nu toe ontwikkeld hebben, hopen we vooral te ontdekken, samen met u natuurlijk, wat uw woonwensen zijn. En waarom dat uw woonwensen zijn. En waar u zich dichtst prettig bij voelt. En dat heeft zowel te maken met uw persoonlijke voorkeuren als met vormgevingsaspecten, omgevingsaspecten en sociale aspecten. Dus dat is wel... Denk daarbij bijvoorbeeld, als we het over vormgevingsaspecten hebben, aan kleur, aan licht. En dat zijn dingen die heeft Anne net niet genoemd, maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar een ontwerper mee aan de slag gaat. Dus voor ons ook belangrijk, wanneer voelt u zich prettig met welk licht? He, dat zou ook een vraag kunnen zijn bijvoorbeeld. Zeker in vertaling naar de architect toe zijn dat weer ander soort vragen dan dat Anne tot nu toe heeft gesteld in haar onderzoek. Ik zou geen architect meer doen. Dit is de plattegrond van uw huis? Ja, het is niet helemaal correct, maar dit is het uitzicht. En wat zijn de rode plekjes? Nou, dat staat erbij belangrijke punten. En wat dus zijn die als ik hier zit, vind ik het belangrijk dat ik een prachtig uitzicht heb. Oh ja, daarom heb ik dat als punt. Met uitzicht. Zeker, ja. Maar hier ook. En hier ook. Dus ik ben